Ach, en dan kan ik de rakelen in werken aan de rechten. Doe de rakelen aan i is 2 kwadraat plus x min 3 in werken met de rechte i is 3 min 2. Nu de rakellijn, de richting van de rakellijn is altijd de afgeleide in dat punt. Ja, de richting van de rakellijn van een functie is altijd gelijk aan de afgeleide in dat punt van die functie. In dit geval moet dat gelijk zijn aan evenwichtig aan i is 3 min 2. Evenwichtig rechten hebben dezelfde rico. Dat betekent dat de rico van de rakellijn moet gelijk zijn aan 3. Ja, onthoud dus, evenwichtig rechten hebben dezelfde rico. Dus de f-grens van a moet gelijk zijn aan 3. Dus in dit geval, f-grens van a moet gelijk zijn aan 3. Daarom gaan we eerst f-grens van x berekenen. Ja, dus f-grens van x is 3. F-grens van x krijg je dus 4x. Dus f-grens van x. F van x was gelijk aan 2 kwadraat. Plus x min 3. Dat betekent f van x zal worden 4x plus 1. Dus f van x zal worden 4x plus 1. En dat moet gelijk zijn, en dit vraagt u, evenwijdig aan de rechter met rico 3 gelijk aan 3. Dus 4x plus 1 met 3. Dat betekent 4x zal gelijk worden aan 3 min 1. Dus 4x zal gelijk worden aan 3 min 1. Ja, oftewel gelijk aan 2. Dat betekent x zal gelijk zijn aan 2 vierde. Of 1 tweede. Dus x is 1 tweede. Dat betekent nu a is 1 tweede. Dus we kijken naar de gelijkheid van Rakelen. Wacht, in het herhalen. I min f van a is f accent van a. X min a. Ja. Nu. F accent van a was 3. A was 1 tweede. We moeten nog f van a gaan berekenen. F van a betekent door in de formule i of f van x is dus 2 kwadraat plus x min 3. Ja, om daar de waarde 1 tweede in te vullen. Dan krijg je 2 keer 1 vierde plus 1 tweede min 3. Ja, 2 keer 1 vierde is 1 tweede plus 1 tweede wordt later 1. Dan krijg je 1 min 3, krijg je de waarde min 2. Dat betekent in feite dat de waarde voor uw f van a is min 2. Dan krijg je dat uitwerkt. Even plaats zoeken. Dit wordt dus i plus 2 is dus 3 keren x min 1 tweede. Oftewel, i is dan 3x min 3 tweede min 2. Dus i is 3x min 3 tweede min 2. Ja, dus oftewel, je uitkrijgt, i is 3x min 7 tweede. 3 tweede min 2 wordt 3 tweede min 4 tweede. Dan krijg je, i is dan 3x min 3 7 tweede. Dan heb je de vergelijking evenwijdig met de rechte i is 3x plus 4. Dus de waarde is 3. Dan heb je inderdaad, ja, de rakel evenwijdig. Dank u wel.